Laura, morgen of overmorgen vertrek je al richting Zuid-Afrika. Vandaag heb je nog een teampresentatie. Ja, morgen. Je zit met je inpakken, met je materiaal, maar alles bij elkaar zoeken. Geeft dat voor jou niet heel veel stress? Eigenlijk normaal gesproken niet. Maar ik moet echt zeggen, de laatste week met de combinatie nu gewoon met eigen zaak gewoon hebben. Dat ik inderdaad redelijk wat stress heb. Nou ja, stress. Ik denk dat je als topsporter wel heel goed leert met stress om te gaan. Want ik denk misschien dat iemand anders al ondertussen helemaal gek was geworden. Alleen, ja, je wil nog steeds ook gewoon renner zijn. En dat is lastig. Dus je wil en uitgerust blijven en je benen moeten goed voelen. En af en toe moet ik daar wel een concessie in doen. Dat ik inderdaad, als gekke werk is geweest zoals gisteren op het werk. Dat dan nu vandaag mijn benen inderdaad wat minder goed voelen. Dus ja. Jullie hebben voor het derde jaar een SBA Bike Team. Ja. Jij bent vanaf het begin een beetje lid geweest. Je krijgt ook een grotere rol in het team. Mm-hmm. Ook in het begeleiden natuurlijk van de andere twee meiden, ervaring doorspelen. Mooi team, leuk team. Mooie kleding, absoluut. Top materiaal. Maar dinsdag kom je in Zuid-Afrika en dan? Ja, dat is eigenlijk een beetje apart ook voor het team. Want in principe rijd ik Cape Epic voor een totaal ander team. Dus dat heet Team Merendaal. Dat is ook echt alleen een team voor de Cape Epic. Dus zowel qua materiaal is dat even anders. Ik krijg bijvoorbeeld daar ook mijn fiets. Degene met wie ik rijd, ik ga dit jaar mix rijden. Dus voor mij wordt dat ook daar een beetje stress van. Maar een nieuwe ervaring. Met een of andere Duitse prof. Dus het zal serieus afzien worden. En mijn afgelopen twee Cape Epics met Sarah waren natuurlijk voor mij iets relaxter. Dus dat is even anders. Ik ben benieuwd. Ik had wel zoiets van, totaal. Ik wil mezelf ook uit blijven dagen. En ik denk, mix heb ik nog nooit gedaan. Ja, waarom niet? Dus, een uitdaging is voor jou altijd belangrijk. Dat is eigenlijk voor elke biker belangrijk. Cape Epic is al een uitdaging op zich. Je hebt hem twee keer gereden met een als team. Je rijdt nu mixed. Ja. Er gaat ook meer op je afkomen dit jaar. Ja, ik denk dat ik serieus af ga zien. Nee, de balans blijft heel erg belangrijk. In principe, jij rijdt met een man, dus hij is sterker. En ik zal aan moeten geven wat mijn grens is. Als ik dat niet doe, dan zijn we na twee dagen kunnen we naar huis bijna. Want dan word ik of ziek of ik kom niet meer vooruit. Dus Even een insidertje. In de Cape Epic moet je binnen een bepaalde tijd van elkaar finishen? 2 minuten, ja. Dus. Nou ja, je hebt tussenliggende matten. Je mag tijdens de Cape Epic dus niet meer dan 2 minuten uit elkaar liggen. Okay, dat is puur veiligheid ook. Dat is al een uitdaging op zich. Het Cape Epic is echt, denk wat dat betreft, uniek. Het komt echt neer op teamwork. Dus hij zal mij uit de wind moeten houden. Ik moet communiceren met hem wanneer het te hard gaat. Of wanneer ik, dat is heel raar bij mix, maar dat moet ik ook nog even ervaren. Dat is dus echt dat ik aan zijn zakje moet gaan hangen. Hij zal me af en toe moeten gaan duwen. Hij moet mij uit de wind houden. Dus hij is eigenlijk aan het rijden. Maar constant moet hij met mij bezig zijn. Want ik ben een beperkende factor. Dus ik zal bepalen of wij heel snel zijn. En we hebben hoge doelen. We willen eigenlijk gewoon heel graag winnen. Ja, het is dat is een heel goed doel. Ja. Dat is ook een super insteek om natuurlijk naar de Cape Epic te gaan. Ook voor jou als renster is hij super. Een ander ding wat mij wel iets ontlokt. Je gaat daar die hele wedstrijd volle bak. Want jij moet gewoon volle bak rijden. Mm-hmm. Met het goede herstel nadien. Ja. Kom jij in Nieuwkuik voor de overwinning rijden? Ik heb gemerkt vorig jaar dat je hebt. Ik heb echt wel 2 weken rust nodig. En dus Nieuwkuik komt eigenlijk dat je dan net weer je training op begint te pakken. Maar Nieuwkuik is dan wat dat betreft ook. Ja, wedstrijden zijn ook altijd gewoon trainingen. Maar ik ga zeker tekort komen op mijn explosiviteit. En vorig jaar kilde me dat ook gewoon. Dus het ging in een uur goed. En de laatste half uur was ik gewoon. Maar ik ging ook echt wel de wedstrijd toen in van. Ja, ik moet werken aan mijn explosiviteit. Dus gewoon elke bocht volle bak aanzetten. Ja, en dat hou je natuurlijk fysiek ook een bepaalde tijd vol. Ja, in principe zou het goed gaan misschien dat ik nu iets eerder mijn training op ga pakken. Dan dat het alleen maar uitfietsen en kijken hoe ik me voel en rust de pols bijhouden en zo. Maar dus iets eerder een keer al weg, met de mannen mee op de weg of zo. Cape Epic is voor jou het eerste doel. Wij gaan jou zo goed mogelijk proberen te volgen via het team. Omdat niet altijd alles even makkelijk hierheen komt. Ja. Heel veel succes in die wedstrijd. Dankjewel. Wij gaan jou hopelijk sowieso terugzien in Nieuwkuik. Ja, en dan zeker. Praten wij over de hele avontuur een keer verder. Ja, leuk. Succes voor het seizoen. Dankjewel. Komt goed. En jullie ook, hè.